Sommige mensen die hier aan de overkant wonen, kennen soms Speeltuin Schatteiland nog niet eens hoor. Oh, te laag! Hoger! We zitten in de Waterwijk. We bedienen wel heel Lelystad en daarbuiten natuurlijk. Maar het leeuwendeel van de bezoekers komt natuurlijk wel uit de Waterwijk. Ja, ik zal niet zeggen dat de Waterwijk tegenwoordig nog een achterstandswijk is, maar het is ook niet de rijkste wijk van Lelystad. Allemaal om. En daarin speelt de speeltuin dus wel een belangrijke rol, denk ik. Het is gratis. Ze kunnen gewoon voor niks naar binnen. Dat scheelt al natuurlijk. Ze kunnen een beetje, zeker als wij er zijn, bewaakt spelen. Nou, dat is op zich al een prijs waard in de doos, hè? Gratis. Maar goed, het kost toch geld. Waar komt dat vandaan? Een deel uit ons winkeltje. Een deel in het oud papier wat we elke 4 weken inzamelen. Dat is bijna driekwart van wat we zo'n beetje op jaarbasis consumeren. En een deel uit subsidie van de gemeente. Die staat al jaren op een x bedrag. En daar komt per jaar niks bij. Alleen onze lasten gaan natuurlijk wel omhoog. Dus ja, per saldo hou je dan weer minder over. Dus het wordt ieder jaar moeilijker? Het wordt ieder jaar moeilijker, ja. Ja. Doei! Ga nog spelen. Jawel, hè? Waar gaan we spelen? Want we hebben natuurlijk afgelopen jaar ook door corona hebben wij ook last van gehad. Dat heeft ons gewoon 5.000, 6.000 euro gekost. Omdat er minder mensen komen, ja. Het winkeltje minder omzet heeft. Ja. En ja, nou goed, die 5.000, 6.000 euro die vorig jaar mist, dat zou vaak alweer een goed begin zijn voor de vaste, want in de winter zijn we dicht. Maar de vaste lasten gaan wel door. Dus die betalen we daarvan. Nou, meiden zijn er altijd beter in, toch? We zijn een donatieactie begonnen. We hebben al streefgedrag in die donatieactie gezet van we hebben toch minimaal 7.000 euro nodig nog om dit jaar goed af te kunnen sluiten. En daar hebben we nu ongeveer een goede 2 van binnen. Dat is gedoneerd, maar is nog niet genoeg natuurlijk. Daar mag dus nog wel wat bij. Ja. Nou, kom. Bewijs me eens gelijk. Hey. Het seizoen moet natuurlijk beginnen. Ik denk wel dat we aan het eind van het seizoen een redelijk eind komen. Daar heb ik tenminste wel het vertrouwen in. Maar ja, het is afwachten. Voor hetzelfde geld haal je het niet, hè? En wat dan? Dat is bijna een troostprijs waard, hè? Zwartgallig kijken hebben we niks aan. Daar worden we niet wijzer van. We moeten gewoon vooruit kijken en hopen dat we het goed redden. Maar het is natte vingerwerken.